De ontwikkelingen met betrekking tot het koersgebeuren zijn gegaan van een fictiekoerssysteem naar een flexibele koerssysteem. Dit stelde Clint Vassal Alikan, directeur van de Volkskredietbank, gisteren bij een paneldiscussie over de koersontwikkelingen in de congreszaal. De directeur verduidelijkt dat de fictiekoerssysteem een tijdbom is, terwijl het andere systeem wel onder controle gehouden kan worden. Je kan hem in stand houden tot een bepaald niveau. Maar een flexibel koerssysteem is een systeem waarbij de marktwerking zelf wordt. De koers heeft ergens een evenwicht gevonden rond 25, 28, 30. En laat maar dit ervan staan. Valuta, handel, is handel en het was andere zaken. Als iets schaarser wordt, wordt die duurder en goedkoper wanneer het weer een is. Dat hebben we ook gemerkt de laatste tijd. Forse drop, niemand kon zijn dollars kwijt. En plotseling daar gaat die sky high omhoog. En dat is nou marktwerking. Maar bij deze zaken, bij valuta handel, zijn er een aantal aspecten die we in geschoven hebben. Alikan geeft aan dat vertrouwen een van de belangrijkste aspecten is bij valutahandel. Hij stelt dat er ook regelgeving in place moet zijn om zaken goed te coördineren in economisch opzicht. Econoom Wonny Boudou geeft aan dat bij de aanpak van het koersgebeuren niet gemikt moet worden op het straffen van cambio's. Naar de totale economie gaan kijken. En we hebben ervoor gekozen in 1994 om het te liberaliseren. We hebben ervoor gekozen dat u en ik een valutarekening mogen hebben. De regel is dat ik het niet mag eisen. Maar als de tegenpartij het wil betalen en ik wil het accepteren, dan is dat conform de wet. 1994. 1994 hebben wij, en dat vergeten we allemaal, ook de rentes losgelaten. En nu doen we alsof OMO heilig is. Boudou geeft verder aan dat de openmarktoperaties niet zo heilig zijn als men het doet voorkomen. Ze geeft aan dat het theoretisch goed is om rentepolitiek te voeren.